hier uiteindelijk terecht gekomen in Wezenmaal, dat is vlakbij Aarschot en ook vlakbij Leuven eigenlijk. Hè. Ik ben daar zelf een beetje opgegroeid, dus ik ken de buurt een beetje, maar hier was ik wel nog nooit geweest. Hoe heet het café weer, juffrouw? Café Cuvé, Wezenmaal. Prima. En we hebben volk. Voilà. Zie, de ambiance zit er al direct goed in. Is dat elke zaterdag zo? Ja, niet elke. Af en toe. Zeg, en u bent al lang de bazin misschien? 11 jaar. Oké, okay, en u doet het nog altijd heel graag? Super graag, en zeker nu. Het is de eerste keer, allee, de eerste van die vijf toch, dat ik een café zie dat echt een café is. Dus een plaats waar iemand ook alleen kan binnenkomen. En ik zie ook heel duidelijk een gezonde mix van leeftijden. Ook zeer uitzonderlijk. Allee, of hebben we ook niet gezien. Ik voel een zekere warmte, familialiteit zo. Ik vind het zelfs heel warm eigenlijk. Ja, ik vind het heel warm. Dat is misschien die verlichting. Ik vind het ongelooflijk dat jullie ook een budget hebben om zo'n dure artiesten te laten optreden. Ja. Damesafdeling of daar zijn de heren? Waar zijn de heren? Oké, okay. Maar wat vindt u zelf van de toiletten? Dat ze proper zijn. Altijd? Altijd. Dat wordt ook onderhouden tijdens de avond? Ja, zeker. Ja. Okay, dat is, ik ga u voor de rest gerust laten. Ja, nee, wij gaan hier. We gaan hier. Dat is goed. Voilà, en hop. Ah, perfect wat ik verwacht had. Hè. Het is hier alleszins al goed verlicht, hè? Maar kijk eens naar de humor. In de pisbak. Dat dus, is met voetballen. Dus eigenlijk een doel en daar gaat u dan proberen op dat balken te wateren. Deze is een echt café. Als we over een café spreken, dan zien we toch ergens iedereen, denk ik, in Vlaanderen, ziet iets dat hierop lijkt. Daar moeten we eerlijk in zijn. Ik geef u een 11 op 10. Ik neig daar ook naartoe. Het is op 50, denk ik. Dus ik geef eigenlijk zo 51 op 50. Als dit café wint, dan moet ik zeggen, en ik denk dat ik mag spreken voor de voltallige jury, dat het een terechte winnaar is. Ja.